Hallo, we gaan het vandaag hebben op woensdag 7 januari over wat weet je al over vermenigvuldigen. Je gaat straks in je werkboek een toets maken voor jezelf. Want je hebt al geleerd dat vermenigvuldigen herhaald optellen is. En je leert bij een keersom een verhaal te bedenken. En ook het neerleggen met blokjes of zoals de juf Knoop had gedaan. Nou, als ik naar deze aardappels kijk, dan zie ik dat daar een lange plussom bij hoort als 3 plus 3. De keersom is dan 2 groepjes van 3 en dan is het antwoord 6. Nou, hetzelfde kan ook bij dit. Ik zie 4 rondjes in een groepje liggen, dus dan krijg ik de lange plussom 4 plus 4 plus 4. De keersom is dan, ik zie 3 groepjes, dus 3 keer 4. Dat is heel belangrijk dat je weet, wat is nou een keersom? Je gaat zo meteen aan het werk, in je werkboek, en dan maak je som 1, 2, 3, en bij de andere bladzij ook som 1, 2 en 3. En als je die gemaakt hebt, dat kun je best gewoon zelf goed lezen en maken. Dan ga je het ook even samen met papa en mama nakijken. En ook wat je moeilijk vindt, hè, dat je het wel eens omdraait of dat het net even verkeerd is. Ga het dan bijvoorbeeld nog een keertje naleggen met wat knopen of misschien wel met wat snoepjes. Zodat je goed weet hoe het eruit komt te zien de keersom. En als je dat gedaan hebt en het ging of heel makkelijk of je vond het nog wat moeilijk, dan kun je eens verder gaan kijken, want bij de keersommen, daar horen bij de tafels. Nou, en dan is het ook heel leuk om daarmee te gaan oefenen. Oefen met de tafel van 2. Schrijf op. Nou, wat is een tafel van 2? Dat is bijvoorbeeld het sommetje 1 keer 2, 2 keer 2, 3 keer 2, 4 keer 2. Ga dat maar eens opschrijven op gewoon een wit papier. Ga je gewoon eens voor jezelf, net als de juf heeft gedaan, de keersommen opschrijven en daarachter de lange plussom. En je ziet, die wordt steeds maar langer en langer, langer, tot je bij de 10 gekomen bent. Tjonge jonge, daar moest ik wel even mijn best voor doen om zo'n lange som te schrijven. En dan kom je uit op de 20. Nou, als je deze grote keersom met plussommen hebt geschreven, dan ben je al bezig met de tafel van 2. Maar waarom moet je nou die plussommen erachter schrijven? Omdat je goed moet weten wat je aan het doen bent. Zelfs kun je er nog knopen neerleggen. Elke keer een groepje van knopen van 2. En dan wordt dat groepje steeds maar langer en langer. Het is heel belangrijk dat je eerst goed weet wat je aan het doen bent. 7 keer 2, dat het allemaal tweetjes bij elkaar zijn. Dus wel 7 keer schrijf je die 2 op. En dan is dat weer samen 14. Als je dat gedaan hebt, dan kun je gaan naar de website tafeldiploma.nl. En daar staan hele mooie spelletjes op om gewoon even rustig daar al mee te gaan oefenen. Ik zal hem even openzetten. En daar ook zie je weer bekijken en hardop lezen en herhalen. Van de tafel 2, die heb ik opgezocht. En daar starten we dan mee. Nou, eerst ga je hem eens even bekijken. Hoe ziet dat eruit? En ja, hoe is nou 1 keer 2 is 2, 2 keer 2 is 4? Nou, en daarna ga je eens kijken of je de antwoorden in kan vullen op de volgorde. En misschien hoef je niet eens te spieken, want ja, tafel 2 is eigenlijk gewoon alles dubbel doen, hè? Misschien had je dat al door. Nou, en dan ga je verder zoeken. En dan heb je de tweede stap. Sleep de antwoorden naar de juiste som. En dan ga je weer nakijken. De antwoorden staan natuurlijk door elkaar heen, hè? Dat begrijp je wel. Hier ook weer alles door elkaar. En weer nakijken. En daarna ga je naar de volgende. De vragen goed beantwoorden. En als je dat hebt gedaan, dan ga je nog naar het laatste stukje om je tafeldiploma te halen van 2. Nou, dat is misschien wel een hele goeie om deze week ook eens de tafel van 2 te oefenen op de computer.
Maar ook gewoon lekker schrijven, zoals de juf net deed, weet je nog wel. Dan komt het ook in je hoofd. En dan weet je ook van, ben ik eigenlijk aan het doen? 6 keer 2. Allemaal tweetjes bij elkaar op. En dan weet je het straks uit je hoofd, maar dan weet je ook wat het is. Nou, veel succes. Tot ziens.